welkom bij deze nieuwe video. Vandaag geen heftige look voor de verandering. Vandaag ga ik laten zien hoe ik mij opmaak als het gewoon een random alledaagse dag is en ik er wel een beetje leuk uit wil zien, want ik ga heel vaak gewoon zonder make-up naar buiten en zo. Maar dit is echt als ik het toch wel een beetje leuk wil uitzien, maar geen full glam wil. Veel van jullie waren daar ook benieuwd naar, dus vandaar ook dat ik deze video vandaag maak. Dus ben je benieuwd hoe ik dit doe? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel door naar de video. Oké, mensen, dan gaan we beginnen. Ik ga letterlijk gewoon mijn alledaagse make-up routine laten zien. En dan bedoel ik echt van dagcreme tot aan setting spray, dus gewoon echt alles. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk normaal echt alleen maar mijn wenkbrauwen doe en nep wimpers opplak. Als ik nou geen video had moeten maken, dan had ik dat ook weer gewoon zo gedaan. Maar ik heb dus ook een routine voor als ik er toch wel echt iets beter uit wil zien. Maar niet full glam, gewoon een alledaagse look. En ik moet wel zeggen, dit is echt mijn alledaagse look. Het kan misschien alsnog te veel zijn voor anderen, maar dit is gewoon hoe ik mij snel opmaak. Ik kan dit doen in 15 minuten. Nu niet, omdat ik dus een video maak, omdat ik dan ook moet praten en zo, duurt het echt een stuk langer. Maar gewoon normaal kan ik dit doen in een kwartier. Nou, je zou denken dat ik begin met dagcreme, maar ik begin altijd eerst met mijn wenkbrauwen. Want als ik eerst dagcreme aanbreng, dan wordt hier allemaal iets te glad en dan kan ik geen goede wenkbrauw tekenen. Dus ik wil het hier nog gewoon lekker droog hebben. En voor mijn wenkbrauwen gebruik ik altijd de NYX Micro Brow Pencil in de kleur Black. Ik borstel altijd eerst alle haartjes zo omhoog, zodat ze gewoon goed zitten voordat ik begin met tekenen. En dan ga ik ze gewoon inkleuren. En dan ga ik er altijd nog even overheen met wenkbrauwpoeder. Ik gebruik de donkerste kleur. Deze is van Wet n Wild. Maar in principe maakt het mij nooit echt uit welke wenkbrauwpoeder, als die maar donkerbruin is. En dan als laatste pak ik een concealer om het onder mooi strak te maken. Ik vind mijn wenkbrauwen doen altijd echt minst leuk. Ik haat het om ze te doen. Vandaar dat ik ze ook vaak al heb gedaan in mijn video's. Ik heb hier zo'n hekel aan. Het is ook elke dag the same. En elke dag weer lukken ze ofwel of niet. Vandaag lukken ze ook niet echt goed. Ja, het is echt elke dag weer gezeik dit. En dan als laatste wat wenkbrauwgel. Deze is van Essence. Ik raad deze niet aan, by the way. Ik vind hem helemaal niet goed, want als ik er zo overheen ga, dan haalt hij altijd een beetje poeder weg. En dat is niet fijn. Maar dit is op het moment de enige die ik hier heb, dus vandaar dat ik gewoon deze even gebruik. Oké, nou is het tijd voor dagcreme. Ik gebruik altijd deze van de Lidl. Ik gebruik de dag- en nachtcreme, allebei van de Lidl. Mijn nachtcreme is precies zo'n potje, maar dan in het blauw. En het staat op anti-rimpels. Niet dat ik die heb, maar ik denk, je kunt nooit te vroeg beginnen. Ik had de nachtcreme ook een paar dagen terug op mijn Snapchat laten zien. Deze dag- en nachtcreme. Mensen, geweldig. Ze zijn en goedkoop en ze zijn echt geweldig. Als deze 40 euro was, dan had ik hem alsnog gekocht. Ik vind hem zo goed. En die nachtcreme identito. En ik smeer altijd een beetje extra hier bij mijn neus. Want op mijn neus is mijn huid altijd extra droog. Mijn huid is sowieso altijd wel een beetje aan de droge kant, maar op mijn neus is het altijd extra. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja, de huid op mijn neus is gewoon een beetje anders ofzo. Nou, jullie zien altijd in mijn video's dat ik bijna altijd begin met mijn oogmake-up, maar bij mijn alledaagse look doe ik dat niet. Dan begin ik gewoon eerst met mijn huid, omdat mijn ogen niet heel spectaculair gaan worden. Ik gebruik als primer mijn Embryolyse crème. Deze is super fijn. Deze is gewoon echt fijn als je gewoon even snel iets wilt opdoen. Deze heb ik van beauty88.nl. En ik doe altijd heel veel op. Zoals altijd met al mijn crèmes. Ik smeer altijd kilo's op. Nou, dan is het tijd voor foundation. Je kunt ook een BB cream gebruiken als je dat fijner vindt. Ik persoonlijk heb een hekel aan BB creams en al die dingen. Ik wil altijd gewoon of niks of een foundation. Eén van de twee. There's no in between. En gewoon voor lekker snel alledaags gebruik ik mijn Maybelline Fit Me in de kleur 225. En dit is de Luminous. Dus niet de matte. Ik vind deze heel fijn omdat hij gewoon een medium dekking heeft. Doet niks spectaculairs. Is gewoon fijn om snel op te doen voor alledaags. Als concealer gebruik ik de Makeup Revolution
Makeup Revolution Conceal and Define Concealer in de kleur C5. En normaal doe ik altijd heel veel concealer, maar voor een alledaags make-upje niet. Tenminste, dit is niet veel voor mij. Vooral als je mijn normale video's wel eens hebt gezien. Dan heb je gezien dat altijd als ik concealer aanbreng, ik echt helemaal die driehoek maak en helemaal heftig ga. Maar voor nu hoeft dat lekker niet. Dus nu gaat het een stuk sneller. En dan met dezelfde foundation kwast ga ik ook de concealer uitblenden. Nou, nu is alles nog heel erg vettig, omdat ik vrij veel producten heb gebruikt die aan de vettige kant zijn. Dus ik ga even afpoederen met mijn W7 Banana Poeder. En ik breng dit gewoon aan op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. En ik haal het er gewoon gelijk weer vanaf. En dan met wat er nog op de kwast zit, ga ik snel over de rest van mijn gezicht. En wat ik altijd nog even doe nadat ik heb gepoederd, is setting spray. En ik gebruik de NYX Dewy Setting Spray. En dit doe ik altijd even midden in mijn make-up routine. En dan een beetje erin deppen. En mensen, wat ik ook altijd doe, dat is heel extra. Dit hoef je absoluut niet te doen, maar echt, ik kan niet zonder. Ik moet ook altijd even mijn neus contouren. En ik gebruik daarvoor de NYX Matte Bronzer. Nou, dan is het tijd voor ogen. Daarvoor gebruik ik weer mijn NYX Matte... En ik ga eigenlijk alleen maar een beetje aanbrengen in mijn Akara-oog, meer niet. Nou, dan is het tijd voor eyeliner. Ik maak af en toe een hele wing, af en toe gewoon een streepje. En de twee die ik altijd gebruik is de HEMA Pen Eyeliner en de Catrice Liquid Eyeliner. Deze van Catrice die gebruik ik als ik echt een hele wing maak. En deze pen van de HEMA gewoon als ik alleen een streepje wil zetten. En dat is wat ik nu ga doen. Dus ik gebruik deze van de HEMA. Als mascara gebruik ik de Essence Princess Mascara. Oké, mijn camera viel weer uit terwijl ik mascara aan het opdoen was. Nou, ik heb dus gewoon mascara opgedaan. Ik heb ook AliExpress wimpertjes opgezet. Want mensen, ik heb geen wimpers. Het is echt lelijk als ik geen neppen opdoe. Dus vandaar dat ik dat doe. Maar natuurlijk, als je al gewoon mooie wimpers hebt van jezelf, dan hoef je geen neppen op te doen. Dan ben je nog sneller klaar. Nou, en dan pak ik weer mijn NYX matte bronzer. Ik weet niet of ik heb gezegd welke kleur ik heb, maar dit is medium. En nou ga ik er gewoon meedoen waarvoor die ook echt is. En dat is bronzen. Nou, en dan een klein beetje blush. Ik gebruik mijn Essence Matte Touch Blush in de kleur 20 Berry Me Up. Nou, ik doe ook een beetje highlighten natuurlijk. En ik gebruik daarvoor dit Essence paletje. En ik gebruik deze kleur. En dan als laatste nog mijn lippen. Ik hou van glosjes, dus ik doe gewoon altijd snel een glosje op. En die ik vaak gebruik is deze van Catrice. Echt alles is er al af, maar dit is de lip booster die je lippen ook echt een beetje dikker maakt. Wat hij ook echt doet, hij maakt je lippen oprecht een beetje dikker. Ik heb dus deze kleur, je hebt er drie. Ik denk dat dit de medium kleur is. Ik denk dat de andere wat lichter is en de andere wat donkerder. En dan weer wat fixing spray en dan zijn we klaar. Oh, ik zie echt nu pas dat hier iets zit. Nou, dit was het dan. Dit was mijn fast make-up. Echt mensen, ik doe dit in 15 minuten. Dit gaat zo snel. Het enige wat een beetje extra is wat ik doe, is de nep, wimpers en de neuscontour. Als je die twee weghaalt, ben je echt helemaal snel klaar. En ik weet dat heel veel mensen dat allemaal niet willen, dus dan ben je echt super snel klaar. De bel ging. Maar ja, dit is dan mijn makkelijke gewoon alledaagse make-up look. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!